Goedendag allemaal. Het is vandaag zondag 30 september. Bekend de laatste dag van de maand. We zitten zo in oktober en ja, dan wordt het toch echt herfst. Maar ja, oktober, dat is natuurlijk ook de maand, het begin van de maand, van Dierendag. Je kunt geen krant openslaan of geen radioprogramma beluisteren of televisieprogramma zien. Of de mensen die hebben het over Dierendag. Ik vind het prachtig hoor. Dat zo is ingesteld. De commercie moet natuurlijk ook wat hebben. En de mens wil zijn affectie op een zeker moment nog extra kwijt aan dat hondje of die kat of die kanarie of die goudvis of wat ook zijn mogen. Want die dieren krijgen natuurlijk al volop aandacht door iedere dag van de week, als het goed is. Maar dan precies op die dierendag krijgen ze nog wat extra aandacht. Ja, en dan wij boeren. Wij boeren met vee. Zouden de mensen soms begrijpen dat wij ook iedere dag dierendag hebben? Want ja, natuurlijk, als wij dat niet zouden hebben en we zouden niet goed voor onze dieren zijn en we zouden niet onze dieren met alle uiterste zorg omringen die we maar kunnen bedenken, ja, dan zou er van ons bedrijf absoluut niks terechtkomen. Dan zouden we allemaal binnen de kortste keren failliet gaan. Want als een boer, een veeboer, iemand die koeien eet, die varkens eet of pluimvee, als die niet goed voor zijn beesten is, ja, waar moet er dan van terechtkomen? Dan gaat hij op verlies draaien en ja, dan is het zo gebeurd met hem. Maar dat wordt toch helaas door een heleboel mensen niet op de juiste waarde gezien. Men denkt dat een hoop boeren, dat die toch eigenlijk maar een klein beetje met de petter naar gooien. Althans, als we niet oppassen en we laten ons helemaal indoctrineren door al die praatjes van die organisaties die zich opwerpen voor de bescherming van het dier. En dat men zich opwerpt voor de bescherming van het dier, dat is natuurlijk fantastisch. Dat is goed, want we moeten natuurlijk, kijk, die paarden hier achter mij, die zijn het helemaal met mij eens. Dat natuurlijk, de dier, daar moeten wij natuurlijk goed voor zorgen. Dier is in zekere zin, zoals wij hem hebben gehouden nu, hulpeloos en afhankelijk van ons. Als jij alleen door de Afrikaanse steppen loopt, en dan komt de leeuw op je af, ja, dan is het net andersom. Dan is het omgekeerd. Die enkele boer die af en toe, of die argeloze burger die een keer door de wei loopt en op de horens wordt genomen door een stier die dat op dat moment niet bevalt en dan flink neergedonderd wordt en het misschien zelfs niet overleeft, ja, dan komt toch eigenlijk weer een klein beetje evenwicht terug in die situatie. Jammer genoeg natuurlijk van die fataliteit. Maar goed, Dierendag, we leven ermee, we vinden het prachtig en het is een mooi gebeuren. Als je ziet wat er allemaal voor die beesten, voor die dieren gedaan wordt, dat is ongelooflijk. Ja, we weten het allemaal. Loop maar eens door de supermarkt of loop maar eens door een speciale dierenwinkel. Wat er allemaal staat, dat is toch ongelooflijk. Onlangs zagen we nog ergens dat er speciale kinderwagens, buggies zijn gemaakt om die hondjes rond te rijden. Nog mooier dan voor de baby. Nou ja, prachtig. Ook allemaal commercie. Iedereen moet er wat aan verdienen. Al dat speciale eten dat die katten en die honden krijgen. En al die konijnen en cavia's en noem maar op. Ze krijgen van alles. En dat is ook wel goed. Want weet je wel, vroeger bij ons op de boerderij hadden we een heleboel katten. En toen waren die dierenwinkels er nog niet natuurlijk. En wat deden we dan? Die aten mee met de pot. Ze kregen brood en melk en wat er 's middags van het middageten overschoot. En ze deden het er goed op. Ze groeiden goed, ze zagen er goed uit, maar al die troeteldingetjes waren er natuurlijk nog niet. Maar wat je wel hebt, dat is natuurlijk wel handig tegenwoordig. Dat voer, dat ze bijvoorbeeld aan die katten geven, wat ze dan uitkakken, dat is tenminste lekker stevig en vast en dan kunnen goed opruimen. Ik weet wel, die katten vroeger die dan in de schuur rondliepen en als die ergens neerscheten, ja, dan was het zomaar een vieze troep. En dan, ja, dan was dat allemaal dun en troepachtig. En dat is nou tegenwoordig natuurlijk niet meer. Dat kan ook niet meer als je een kat op een bovenhuis houdt en het is warm weer. En ja, de kattenbak zou dan vrij snel een vuile smerigheid worden. Dierendag 2012. Ja, prachtig. We denken allemaal aan de dieren. En ja, dieren zijn natuurlijk al lang in de picture. Bij ons, het schiet me nou eerst te binnen een verhaal in het begin van in de Bijbel. Abraham, die wordt op een zeker moment door God geroepen om te laten zien dat hij loyaal achter die God staat. En die God die vraagt aan hem, daar is je zoon Isaac, je moet hem offeren voor mij. En Abraham denkt, ja jee.
zag doen. En hij doet het. Hij maakt een brand en altaar. Het was een aansprekend verhaal vroeger op school als we dat hoorden. We konden het nauwelijks voorstellen. Maar een altaar, takkenbossen erop. En hij is bereid om zijn zoon daar te offeren. Te doden. En dan, ja, zijn enig kind kwijt te raken. En dan ineens dan komt die God en die zegt, ho, Abraham, ik heb gezien dat je toch wel eigenlijk erg loyaal met mij bent. Haal uw zoon er maar af en pak dan maar een van uw schapen die daar rondlopen. En offert die maar. Kijk, en daarmee werd dus eigenlijk bewezen, zo zou het uit kunnen leggen, dat wij mensen natuurlijk boven de dieren staan. Maar ja, goed. Dat wil niet zeggen dat we er niet goed voor moeten zijn. Natuurlijk moeten wij er goed voor zijn. Hè? Maar ja, het offeren van dieren, dat is al zo lang dat de mensheid oud is. We zien dat niet alleen bij christelijke gemeenschappen. We zien het natuurlijk ook bij de moslims. We zien het bij mensen die, laten we zeggen, een gewoon eigen geloof hebben. Dat er een dier wordt geslacht en uit het dier wordt bekeken hoe de zaken ervoor staan. Hè? Het offeren van het dier. Het bloed dat moet stromen. Ja, dat hoort er allemaal bij. En dat is misschien voor dierenliefhebbers en op dierendag, om daar nu over te praten, is dat misschien wat minder fraai. En dan heb je nog de aaibare dieren en de minder aaibare dieren. Want we weten allemaal, en dan pak ik toch weer even terug, ook maar weer eens naar de Bijbel, waarom ook niet. Ja, dat in het paradijs, waar alles zo prachtig was en alles zo goed, dan komt daar die slang. Die slang. En die verleidt de mensen in dat paradijs. En daardoor zijn ze het paradijs kwijtgeraakt. Hè? Maar het was wel een slang. En laten we nou eerlijk zijn. Dierendag, wie houdt er nou van een slang? Wie wil er nou een slang? Ja, laten we zeggen, enkele uitzonderingen op de aangelaten natuurlijk. Maar wie wil er nou een slang, laten we zeggen, op zijn schoot? En dat hij die aait en kopjes geeft. En toch zeker geen giftige slang. Hè? Het is maar een kwestie hoe je het bekijkt. Hè? Het paradijs. Ja, wij, hoe gaan we met dieren om? Wat doen we met dieren? We kunnen er heel rare dingen mee maken. Kijk, Noach, die natuurlijk de zondvloed moest overleven, die haalde een hoop dieren, een paardje van dit en een paardje van dat, in zijn ark. En zodoende, als we het geloven, zijn we nog hier op de aarde en hebben we nog steeds die dieren. En er verdwijnen dieren. En ja, daar maken de mensen toch af en toe een verschrikkelijke fus over. Hè? Als er bijvoorbeeld een spinnetje of een bepaald vliegertje van de aardbodem zou verdwijnen. Oh, dat kan niet. Maar dat kan. Dat is normaal als de evolutie. Dat komt en dat gaat en dat komt en dat gaat. En daar moeten we niet al te moeilijk over doen. We zijn met z'n allen hier op de wereld. En Dierendag, ja, daar moeten we wel natuurlijk niet al te flauw over doen. We hebben in Nederland een dierenpartij. Dat is natuurlijk ook al prachtig. Prachtig. Dus raakjes natuurlijk. Want ja, het is natuurlijk een uitwas en de luxe van de democratie dat we dat hebben. Maar goed, het is er en we leven daarmee. En je moet er voorzichtig mee zijn, want je kan nog zo aardig zijn. De mensen die destijds die paar konijnen mee naar Australië namen en ze daar uitzetten met de goede bedoelingen van de wereld, ja, die hebben dat geweten, want binnen de kortste keren was het platteland in bepaalde gedeelten van Australië, laten we zeggen, vergeven van de konijnen, want er waren geen natuurlijke vijanden, totdat ze er myxomatosen op loslieten. Een ander voorbeeld is die speciale pad die ze ook naar Australië hebben gebracht om in het suikerriet de slangen te bestrijden. Maar die pad, zo'n joekel, die is godorie uit, ja, die heeft ook geen natuurlijke vijanden. En daar heb je natuurlijk ook een plaag van gekregen. Hetzelfde geldt voor de nijlbaars in het Victoria Meer in Afrika. Nijlbaars erin uitgezet, die vis die groeit en die vis die overheerst alles. Het ergste is dat de meeste mensen rondom dat meer die vis ook nog niet lekker vinden. Nou ja, zo gaan we maar door. En dan natuurlijk is er een actie op dit moment dat je op dierendag eens een keer geen dier moet eten. Nou ja, dat moet je dan zelf weten. En dan zijn er nog van die maloten. Of zijn het geen maloten? Zijn het gewoon mensen die zo diep met hun dier zijn verbonden dat ze dat nooit meer kwijt willen. En als dan de poes of de kat doodgaat, dan laten ze hem opzetten. En dan staat hij levensgroot in de kamer. En dan kunnen ze hem nog elke dag zien en haaien en tegen hem praten. Maar tegenwoordig kun je ook een videofilmpje maken van een beestje. En dat iedere avond bekijken, ach, gemist. Dus wat dat betreft, ja. We hebben allerlei mogelijkheden. Alleen één ding is zeker. We moeten bij allebei de benen op de grond blijven staan. En wij boeren toch zeker. En ik wil nog maar eens benadrukken dat mensen goed moeten beseffen dat er in Nederland en waar ook ter wereld, waar boeren dieren houden, dat die iedere dag dierendag hebben. Super dierendag. Geloof het? Ga maar eens kijken. Mannen en vrouwen, houdoe, het is vandaag zondags prachtig weer voor de tijd van het jaar. Zonnig.
fris windje. Nou, geniet ervan. Houdoe. En tot volgende week.